bijzonder was aanvallend voetbal. Dat heb ik niet echt gezien vandaag. Nee, het is misschien niet helemaal uitgekomen. Ja, Engeland is een sterke tegenstander. En, natuurlijk willen we aanvallend voetballen en goed voetbal laten zien. Maar ja, helaas. Soms gaat het niet. Ja, jullie geven hier eigenlijk het initiatief wat jullie hadden in de pool. Jullie stonden bovenaan uit handen. Hoe teleurgesteld is dit? Ja, heel erg teleurstellend natuurlijk. We hadden gehoopt op een beter resultaat. Maar we hebben woensdag nog een wedstrijd die moet gewoon zien te winnen. En dan is het afwachten wat Engeland nog gaat doen. Ja, en daarnaast hebben we nog een goede kans om beste tweede te worden. En als dat niet lukt, altijd nog de play-offs. Ja, inderdaad. We moeten nu gewoon voor het beste nummer 2 gaan. En volgens mij staan we er aardig goed voor. Dus we moeten gewoon voor woensdag gaan en een heel goed resultaat neerzetten. Kun je dan toch nog omschakelen richting Servië? Als je naar zo'n teleurstelling? Ja, dat moet wel natuurlijk. Ik denk dat we nu nog wel even teleurgesteld moeten zijn, maar morgenochtend vliegen we heel vroeg naar Servië. Dus dan moeten we gewoon weer even omschakelen en voor die wedstrijd gaan. Het is gebeurd.